zijn in Stockholm, het land van Volvo uiteraard. Het is hier ijskoud, min 6. Maar dit is een auto waar de Volvo-liefhebber en ook de liefhebber van stagecars het warm van moet krijgen. De nieuwe V60. Ja, Volvo houdt van aftellen. Ze zijn begonnen bij de XC90, daarna komt die V90, de S90, de V90 Cross Country, XC60, XC40 en dan nu deze V60. Ja, die Zweden zijn bezig met een waar productoffensief. Alle nieuwe modellen worden in een tijdsbestek van ongeveer 4 jaar vervangen. En deze auto die komt dan deze zomer op de Nederlandse markt. En dan hebben we inmiddels ook weer de eerste beelden kunnen zien van de nieuwe S60. En die auto die wordt later dit jaar voorgesteld. En wel tijdens de opening van de nieuwe fabriek in Amerika waar die S60 dan geproduceerd gaat worden. De auto is compleet nieuw, staat op dezelfde technische basis als de 90-familie en de XC60. En dat betekent dat SPA-platform. Deze auto heeft dan een wielbasis van 2,87 meter. En dat is 10 centimeter meer dan die vorige V60. De totale lengte is maar liefst 13 centimeter toegenomen tot 4,76 meter. Ja, en dat was nodig omdat die mensen die de V90 zagen, die vonden die auto wel erg lang. En deze auto was altijd erg klein in zijn segment. Dus door hem te laten groeien, heeft hij nu ook zeg maar, ja, de proporties van een Audi A4 of een BMW 3-serie Touring. Kan hij beter meekomen met de concurrentie? Want ja, Volvo wil zich toch nog altijd profileren als een premium merk. Deze auto komt in de zomer op de markt. Leverbaar met een D3 dieselmotor, een D4 dieselmotor met 150 en 190 pk. Dan komt er op benzinevlak een T5 met 250 pk en dat voor 44.000 euro. En dan komt er een T6 met 310 paardenkrachten. En dan krijg je nog later dit jaar komt dan die T8 Twin Engine. En die Twin Engine dat is die plug-in hybride variant. Volgend jaar komt daar een T6 variant van bij. Die heeft dan 310 pk, dus een pk'tje of 80 minder dan die T8. Kijk, en hier wordt even de bagageruimte gedemonstreerd. Door die grotere afmetingen van die auto is ook die bagageruimte toegenomen. Hij meet nu liefst 529 liter. Dat is 100 liter meer dan in de vorige generatie. En door die toegenomen wielbasis heb je overigens ook extra... Kijk eens hoeveel sneeuw dat erin ligt. Dat is optioneel, hoor. Maar kijk eens, je kunt extra beenruimte hebben nu in die V60. Compleet nieuw, zoals ik al zei. Ja, nu afwachten hoe het eruit. Dit is alleen de onthulling geweest hier in Stockholm.